Maakt me als burger behoorlijk ongerust dat het helemaal de verkeerde kant op het gaan is. En ik zie mijn campina echt helemaal verstikstoffen, zeg ik dan maar. Het is geen Nederlands woord, maar zo ziet het er wel uit. De stikstofcrisis heeft grote gevolgen voor onze natuur. Maar wat die gevolgen nou precies zijn, daar ben ik heel benieuwd naar. En daarom heb ik vandaag met boswachter Frans afgesproken om al mijn vragen te stellen over stikstof en de natuur. Boswachter Frans, we zijn hier in het prachtige natuurgebied Campina. Ja. Hoe lang ben jij al boswachter? Ik ben 26 jaar boswachter geweest en nu ben ik vrijwillig boswachter al voor 4 jaar. Het allermooiste vind ik rondlopen in de natuur en kijken of wat we als ploeg gedaan hebben. Want je werkt als een ploeg samen. Wat we als ploeg gedaan hebben destijds, dat dat ook resultaat oplevert. En dat weer bijvoorbeeld de tapuit terugkomt op Campina. Of dat we de nachtzwaluwen meer zien. Nou ja, dat geeft dan zo'n succesgevoel. Dat is gewoon geweldig. Ja, want we zijn hier vanochtend geweest met de zonsopgang. Ja. Het was prachtig. Wel fantastisch mooi, hè? Wat vind jij zo mooi aan dit gebied? Nou, dit heeft eigenlijk alles wat Zandgrond Brabant heeft. We hebben aan twee zijden hebben we beken, de Rozep en de Beerzen. We hebben bos op hogere grond liggen. We hebben natte heide, we hebben droge heide. We hebben zeg maar bossen die beekbegeleidend zijn. Ja, kortom, eigenlijk alles wat je in Brabant kunt vinden, vind je hier in een soort kleinschalig landschapje. En daarom noem ik het wel eens een keer het Madurodam van de natuur in Brabant. Ja, en het gaat de laatste tijd constant over stikstof. Dat heel slecht voor de natuur is. Maar hoe slecht is dat nou eigenlijk? Nou, ik durf wel te stellen dat die stikstofneerslag, dat is zeg maar een behoorlijke aantasting aan de natuur. Ik durf zelfs te stellen dat op dit moment het enige kwaad is wat de natuur schade doet. Ja, wat zijn dan concrete voorbeelden van wat de stikstof met de natuur doet? Nou, kijk, wat je hier ziet, dit is een hele massa aan gras, hè, en dat is allemaal pijpenstrootje. En die profiteert enorm van die stikstofneerslag en die wordt dan wat dan genoemd wordt dominant. Dat betekent dat die alles verjaagt, bij wijze van spreken, en niks meer hierop kan groeien. Dus eigenlijk zou er niet zoveel van die pijpenstrootjes moeten zijn? Nee, pijpenstrootje is echt een prachtig mooi gras. Je hoort ook in de natuurgebieden thuis, maar niet zo dominant als een grasmat. Wat is als een grasmat aan het verspreiden? Als je verder kijkt, al die witte streepjes, dat is allemaal pijpenstrootjes. We staan hier nu een beetje op een kale vlakte. Wat is dit precies? Nou, hier hebben we dus geplacht om te zorgen dat dat pijpenstrootje wat daar zo staat, hè, dat is allemaal pijpenstrootje, om dat weg te halen, zodat hier de heide weer terug kan komen. Nou, als je daar dan kijkt, even daar even naartoe lopen, zie je, daar hebben we ook geplacht. En zie je allemaal mooie struikheide terug. Nou, dat proberen we constant te doen. Maar dat is dus zeg maar keihard werken om te zorgen dat die planten weer terug kunnen komen. Ja, want je zou kunnen zeggen, in dit gras toch ook natuur, waarom is dat dan zo slecht? Nou, het is niet echt op zich slecht, alleen als het dominant wordt, als er heel veel van staat, dan leven dan ook maar heel weinig dieren in. Er zit bijvoorbeeld geen nectar in pijpenstrootje, dat zit wel in, zeg maar, in de heide. Hier leven andere planten naast de heide, maar ook vlinders leven hier. Die leven ook in dit gebiedje, die halen er ook nectar vandaan. De hagedissen die kunnen hier doorheen kruipen, in zo'n stukje niet. En de heide is dus eigenlijk zo'n plantje wat heel kwetsbaar is. Die heel erg veel last heeft van die stikstof. Ja, precies. Want wat je hier al een klein beetje ziet tussen al die heidepolletjes staan ook al, zijn pijpenstoten grasjes. Dus die gaan er straks helemaal overnemen en dan moeten wij er opnieuw gaan plaggen. Dus wat er gebeurt is dat natuurbeschermingsorganisaties doen hun best om te zorgen dat die zeldzame planten weer terug kunnen komen. En dan heb ik het ook over moerasholsklauw en zonnedauw. Maar ja, er komt zoveel stikstof uit de lucht vallen dat er echt iets moet gedaan worden. En ik maak me als burger behoorlijk ongerust dat het helemaal de verkeerde kant op het gaan is. En ik zie mijn campina echt helemaal verstikstoffen, zeg ik dan maar. Het is geen Nederlands woord, maar zo ziet het er wel uit. Ja, de balans in de natuur. Is compleet kwijt. Ja. Is hier compleet weg, ja. Waarom is het belangrijk dat natuur een beschermde status krijgt? Nou, kijk, weet je, als wij in zo'n druk land, wat Nederland is, als we daar niet de natuur beschermen, dan gaat alles verloren. Want dan hebben wij zeg maar hier geen natuur meer. Want er ligt wel heel mooi de Campina, er liggen wel heel mooi de Veluwe. Maar er moet in gewerkt worden. En als er niet in gewerkt wordt, dan verdwijnt het allemaal. En dus, daar moeten we dus ook keihard voor zorgen dat dat gebeurt. En waarom is dat zo belangrijk? Ook voor de mens. Want wat we net al zeiden, we vinden onze rust daar. We vinden onze energie daar. Maar ook de bossen vangen de zuurstof op. Stoten zuurstof af. En wat nog meer is, als je heel hard gewerkt hebt of je bent op het einde van een stukje van je leven, dan wil je het lekker gaan genieten van een stukje natuur. Mij is het duidelijk geworden. We moeten echt iets doen om de stikstofuitstoot tegen te gaan en deze prachtige natuur te beschermen. 9 december organiseren wij een extra meetup in het Paard in Den Haag om te praten over deze stikstofcrisis en vooral om onze oplossingen te presenteren. Kom ook!